stadgenoten. Het is fijn om weer terug te zijn, maar ik hoefde dan gelukkig ook niet via de luchthaven van Kabul. Maar over de dramatische situatie in Afghanistan later. Dat uitstel is geheel in lijn met de Nederlandse regering, die ook maandenlang andere prioriteiten had. Bovendien ben ik eigenlijk nog steeds helemaal in de war van de afgelopen sportzomer. Uren, dagen, weken heb ik voor de buis gelegen om naar sport te kijken, en op een gegeven moment leek het wel alsof ik hennepthee van de Lidl had gedronken. Alle sporten begonnen door elkaar te lopen. Zo zag ik bijvoorbeeld een mountainbikende Mathieu van der Poel, geweldige naam voor een modderfietser, die niet genoeg plank gas gaf, of juist wel, en opeens leek het alsof ik naar turnen zat te kijken. Van der Poel vloog door de lucht, maar in tegenstelling tot Epke ooit stond hij niet. Hij beukte op de grond als een drumsolo van Weiland Charlie Watts en moest bont en blauw als een afgefakkelde regenboogvlag de strijd staken, terwijl hij in de Tour ook al bijna een week geel was geweest. Volgt u het nog? En waar was die plank bij dat rotsblok gebleven? Was hij soms meegenomen door Kieran Badloe met zijn blauwe haar om daarop Olympisch kampioen windsurfer te worden? Die trouwens bij de Olympische huldiging met zijn zeil door de harde zomerwind meegenomen schijnt te zijn. En pas deze week weer in Scheveningen dorp als paraglider is neergestreken. Kortom, ik was net zo in verwarring als Annemiek van Vleuten, die juichend over de streep kwam, omdat ze niet wist dat er nog een concurrent ontsnapt was, die inmiddels allang als eerste gefinished was. De situatie deed mij sterk denken aan een willekeurige prognose van Hugo de Jonge, die we dankzij de niet aflatende sportzomer godzijdank steeds minder vaak in beeld zagen. Ik moest er wel even aan hem denken. Bij de baanwielrenners, die ook types die steeds harder in hetzelfde rondje ronddraaien, maar dan wel met succes. De Nederlandse voetbalvrouwen wonnen hun eerste wedstrijden met zulke enorme scores dat ze op handbalsters begonnen te lijken. En tegen aartsrivaal Verenigde Staten bleek dat ze inmiddels net zo goed zijn als de Nederlandse mannenvoetballers in het nemen van penalties. Er was deze zomer weinig zwemsucces. Op dat gebied werden de meeste inspanningen geleverd in Limburg. Maar Stefan Hassan ging een stuk harder dan Max Verstappen. Die wandelde voornamelijk terug van zijn wrak naar de pits. Maar dat zal volgende week natuurlijk anders zijn als er in Zandvoort na jaren weer eens een poging gedaan gaat worden om de jaarlijkse landelijke stikstofnormen in één weekend te overschrijden. Dan weet je weer waar je het hele jaar maximaal 100 kilometer per uur voor hebt gereden. En dat allemaal dankzij Prins Bernhard. Moeten wij hem nog junior noemen? Hij heeft in ieder geval de legacy van zijn grootvader op zich genomen. Prins Bernhard, op wiens bril in geval van nood ook best een Formule 1-wedstrijd zou kunnen worden verreden. Omdat de fans op hun plaatsen moeten blijven zitten, heeft hij aan de artiesten gevraagd of ze gratis wilden optreden. Zo wordt er in die kringen en ook in de regering nou eenmaal over cultuur gedacht. Hij had beter kunnen vragen of onze nieuwe bondscoach een toespraak kon houden, want dan durft niemand zich natuurlijk te verroeren. En waarschijnlijk vindt hij zelf ook dat hij daarvoor de enige juiste man is. Tja, en dan Afghanistan. Daar ging het een stuk minder met onze evacuatieprestaties. Zo hoog als in Tokio staan we niet in het landenklassement. Had de politiek niet wat alerter moeten zijn? Ach ja, er werd natuurlijk ook verhuisd. Hoop gedoe van het Binnenhof naar de Apenrots. Even wennen, ook voor Kamerlid Hanneke van der Werf van D66. De systeemplafonnetjes komen op je af, zijn ze weemoedig. Nou, dan ben ik blij dat er ergens in Politiek Den Haag nog een systeem aan te treffen is. Dat is ook de reden dat ik nu liever de Paralympische Spelen volg dan de gênante kabinetsformatie. Het gaat in beide gevallen om mensen met beperkingen, maar die Paralympiërs, die presteren in ieder geval nog wat. Hou je haars, geniet van het goede en tot snel.